En in de hadith staat, men garaja hajj en famaad, wie op weg is naar al hajj en hij komt te overleden, kataballahu lahu ajra al hajj. Allah schreef de beloning van al hajj voor deze persoon tot de dag des oordeels. Dat geldt ook voor degene die al umrah uh, wil verrichten en komt te overleden. En dat zijn allemaal hadith die sahih zijn, authentiek, uh, die duiden op deze gunsten van de gunsten die Allah heeft gegeven أنت بيد فارت خنش مخ الله تطونس لا تبهور آمين والحمد لله رب العالمين